Hoe groot is uw verzameling? Nou, ik denk dat ik alles bij elkaar een 2.500-3.000 comics heb. Breda Nu. Donald Duck, Suske en Wiske, Asterix en Obelix en vele andere striphelden komen hier vandaag samen in het Chassé Theater. Want het is weer tijd voor het jaarlijkse stripfestival. En wij zijn erbij. Goedenavond. Het is nog middag, hè? Voor mij is het avond, hoor. Voor jou is het al avond? Ja. Hoe komt het? Ik voel het altijd als het avond is. Avond is een van mijn favoriete tijden van de dag. Echt? Ja. Je bent geen ochtendmens? Nee, ik ben geen ochtendmens. Heeft al iets gevonden? Ik heb een paar deeltjes gevonden die ik inderdaad nog niet had. Niet heel veel, maar ja, de collectie is heel groot, hè? Mm-hmm. Dus ja, dan is het zoeken naar de bekende speld in de bekende hooiberg. Nou, ik zie een grote kar. Zit die al vol met boeken of nu niet? Nou, er zit wel een aantal leuke... Nou, laten zien. Nou zijn we natuurlijk heel benieuwd. En wanneer lees je nou de meeste strips? 'S morgens of 's avonds? Geen idee wanneer ik het zo voel alsof ik strips ga lezen. Okay. Vaak lees ik ook gewoon helemaal niks. Nee? Nee, en dan opeens voel ik alsof ik een strip wil lezen en dan lees ik er eentje. Hoe vinden jullie het hier vandaag op het stripfestival? Leuk, want we houden allebei heel erg van strips. Ja? En wat vind je nou de leukste strip? Ik denk Donald Duck. Donald Duck? En jij? Urbanus. Ja. En wat hebben jullie hier allemaal al gedaan vandaag? Vooral strips gekocht en gewoon de speurtocht gaan doen. En wat ga je hier vandaag nog doen? Rondkijken. En ik heb een foto met een furry gemaakt. Dus met een furby? Met een furry. Een furry? Ja, er loopt hier een furry rond. Hallo, hoe vind je het hier op het stripfestival? Heel leuk. Ja? Ja? Wat maakt het nou zo leuk dan? Nou, gewoon het rondlopen, een beetje zoals dit. Ja. Wil iedereen nou ook met jou op de foto en zo? Ja, veel kinderen. Ik heb er dus ook een paar bij me. Daar hoop ik de tekenaar straks nog van te zien. En dat ik een paar mooie tekeningen kan scoren. Oh ja. Hoe groot is uw verzameling? Nou, ik denk dat ik alles bij elkaar een 2.500-3.000 comics heb. Nou, ongeveer. Dat is niet weinig. Nee, en het overgrote deel is Star Trek. En wat lees je nu het allerliefste? Nou, ik ben eigenlijk Smurfen-fan. Ik verzamel ook Smurfen. Ja? Maar ik lees ook graag Lucky Luke en Guus Vlater, Robidoes. Dat vind ik allemaal hele leuke strips. Ja. Hoeveel Smurfen heb je? Al een paar honderd. En ik maak ze zelf ook. Dus van oude Smurfen maak ik nieuwe Smurfen die niet bestaan. Het bijzondere is... dat er dus ook al handtekeningen in staan. Ja, die heeft u al gescoord. Ja. En als jij jezelf dan moet vergelijken met een smurf, welke smurf zou jij dan zijn? Nou, iedereen zegt dat ik knutselsmurf ben, omdat ik zoveel knutsel. Dus, creatief. Ja, creatief persoon. Ja. Okay, nou. Nog meer, laat u nog meer zien. Kijk eens, de hel van het Oosterfront. U moet wel op tijd slapen, hè? Daarom zeg ik dus, de dagen hebben te weinig uren. Ja. Naast wie zit ik? Melanie. Melanie. Ja. En jij kunt heel goed tekenen, heb ik gehoord. Ja, wij zitten hier met ons kraampje. Dus we hopen dat mensen het leuk vinden. Okay, en je gaat mij iets leren? Ja, ik ga jou leren tekenen. Ja, ik ben benieuwd. Zal ik even laten zien wat ik al kan? Ja. Ik heb een eigen poppetje. Hij heet Henry. Kijk, laat hem zien naar de camera. Kijk eens. Ik vind hem mooi. Ja. Nu wordt Henry echt een echte man, hè? Hij is geen kind meer. Zie, dit is jouw Henry. Ja. En dit is mijn Henry. Ja. Tadaa. Hij komt best op elkaar. Ja. Toch. Zijn familie. Neven. Ja, verre neven. Achterneven. Ja. Ja. Wilt u nog iets zeggen tegen de Bredaanse kijkers? Nou, ik wil gewoon zeggen, ik heb zelfs een reis vanuit Eerbeek te veroveren. Ja. Om hier een weekend in een hotelletje te zijn. Om de beide dagen op de beurs te rond te kunnen struimen. Want vorig jaar één dag, dat ging echt niet lukken.